dat FCK de Hommel nog met een punt naar huis gaat, mogen we dat toch wel een beetje op jouw konto schrijven, ook al is het een teamsport? Ja, ik denk dat ik wel een leuke wedstrijd heb gekiept. Of ja, goed team in de wedstrijd heb gehouden. Maar we zijn natuurlijk, wat je zegt, ook een team. En we hebben toch als team een punt eruit gehaald. Er zat helaas niks meer in. Ik ben blij met het punt. Volgende week VDL thuis. Dus dat wordt weer een pittige. Waarom zat er niks meer in? Ja, je zag wel aan de tweede helft. Knooppunt. Ja, wij maken 0-1, zeg maar. We maken gelijk 1-1 uit de vrije trap. Het publiek gaat erachter staan. Wat mooi is natuurlijk. En ja, wij kwamen er even niet meer uit als team zijnde. En hun hebben genoeg kans gehad om het af te maken. Maar gelukkig is dat niet gelukt. Je merkt ook aan jullie laatste time-out dat jullie echt blij waren met een punt, hè, op een gegeven moment. Ja, natuurlijk. Je kan beter een punt pakken hier dan met lege handen weer staan na de wedstrijd. En ja, ik denk dat we toch blij mogen zijn met 4 punten uit 2 wedstrijden. Volgende week toch een lastige. Dan hebben we Groene Ster uit. En dan toch Hovel, Kubo en Marlène. Dus het is een pittig programma. Dus ik denk dat wij blij mogen zijn met 4 punten uit 2 wedstrijden. Natuurlijk liever 6 gehad. Maar als je zoals de wedstrijd eruit zag, mogen wij blij zijn met 4 punten uit 2 wedstrijden. Dankjewel. Alsjeblieft.